Yo, goed dat je kijkt in een gelukkige video van. Dit is weer een magnifieke. Nee, ik heb het niet gespeeld, maar volgende week komen er sowieso rewards weer aan. Maar ik dacht, nu dat ik niet heb gespeeld, ik had het net opgezocht van Warzone Mega Rage Compilatie. In ieder geval, terwijl, ja, Rage, wie kent ze niet? Mensen die wat extreem boos worden in een bepaalde game, Fortnite, Warzone. Maakt het niet uit welke game je hebt, maar elke game heb je wel Rachels. En ik ga dat dus nu, ga ik nu zo'n compilatie kijken. Ja, en ik hoop dan ook, misschien dat er wel af en toe een switch komt van mijn cam, die dan ineens daar staan dan daar. Komt er gewoon puur hoe dat hun die cam hebben staan van hunzelf. Want je moet wel natuurlijk kunnen zien. Maar ik ga dat dus nu op reageren en bedankt. 47 voor het maken van deze compilatie. Ik zet ook je kanaal ook hier beneden in de beschrijving. Die hebben veel meer Warzone Rage compilaties. Dus we gaan gewoon gelijk, ja, beginnen met de Rage video. Ik ga even op groot scherm en dan gaan wij dus gewoon, ja, reageren op de Rage en denken wat wij kunnen verwachten. Hier is iemand heel lekker aan het rijden in een buggy. En die. Ja, die wordt denk ik gewoon. Oké. Daar moet ik ook geen headset op, want anders ga ik hem al. Oké, wat gaat hij doen? Die is een gulag. In de oude gulag nog. Oké, die wint gulag. De oude. Alleen wat gaat hij doen? Oké, wat de. What the fuck? Net die ene. Oké, ik ga het schreeuwen omdat hij wint. Oké, hij wil boos omdat hij lekt. Denk ik. Oké, daar gaat je beeldscherm. Daar gaat je beeldscherm. En daar heb ik nu. No way. Daar gaat gewoon je hele beeldscherm. Verteringen. Sorry, dat mag niet. Wat voor wat? Oh, een blikje. Daar gaat een blikje. Dat is niet zo erg dan een beeldscherm. Wat gaat daar kapot? Wat gaat hier kapot? Wat fuck, Nick Merch? Maar die gaat niks kapot maken. Die van de dure shit. Die gaat niks kapot maken. Nick Murphy gaat niks kapot maken. Hij gaat. Kijk, hij gaat niks kapot maken. Hij van de dure shit. Hij gaat niks. Hij gaat hij op die pot slaan? Of wat gaat hij doen? Ja, dat ook wel. Die gaat op die pop slaan. Die staat er niet voor niks. Is beter dan een beeldscherm of een toetsenbord kapot. Of een muis kapot of een headset kapot. Die slacht die pop hem af. Wat gaat hij doen? L'origine! L'origine! Il m'attendait comme une. Non, non, mais. Het is Frans! Het was Frans! Wat gaat hij doen? Dat is die kuif net! Daar ga je. Boom! Zie je wat ik zeg? Boom! Zie je wat ik zeg? Dat is bullshit! Kijk naar deze man! Hij komt hier, wat doet hij? Hij komt hier, wat doet hij? Hij houdt down de ADS! Ja, hij gaat gewoon maar wat zeggen! Hij weet wat hij doet! Hij weet wat hij doet! Geef hem een fucking trashcan! Dat is wat het is! Oké. Oh, die is die kuiven net. Die kan ook over doen. Bye bye Aaron! You bitch! Oké, what the fuck? What the. Oké, sorry echt wel voor deze woorden allemaal, joh. Oké, dat is die kuiven die wat lijken.
Ja, jij lijkt. Je moet gewoon je ding fixen. Dat lijkt gewoon. Dat moet je fixen. Wat gaat hij doen? Oh, die heeft met zijn hond gegooid. Die gaat nu met zijn hond spelen. Wat gaat hij nu doen? Oh, dat is die kamerspel. Wat gaat hij doen? Oké, die moet ik even uitknippen, denk ik. Of zachter zetten. Daar is die weer. Ja, gooi maar als kapot, ja. Sla maar als kapot dan daar. Ja, dan gaat het heus weer over. Wat? Hij om te... Pas om te... Oh. Dat is die nog steeds? Ik dacht dat het is een ander. Echt. Wat is die allemaal aan het doen? Echt, hé. Monster hele ding. Wat is hij? Wat is hij? Ik hoop dat het lekker gaat. Why did you do that though? This is the worst. I'm actually about to fucking get off. This is the worst. I'm actually about to fucking get off. Echt. Waarom was... Oké, deze kan echt goed reetje. Die wordt echt gewoon goed boos. Maar, waarom heeft hij ook zo'n warzone op zijn... Ja, volgens mij op zijn... Ja, op zijn linker scherm staan. En ik zie dat hij daar naar kijkt. Echt zo dom is dat. Wat gaat deze doen? Oké, hier is die weer. Die kan ook goed reetje. Oké, ik moet heel even een beetje terug. Fucking boring. Het was een tafel of zo, of een stoel. En die ging tegen de tafel aan. En daarmee werd zijn webcam gezet of zo. Echt, hoe boos mensen worden. Echt. Were you waiting there the whole time? Huh? Fucking pussy. Waiting for me to cross? Just sitting there? Look at this idiot. I got him. Let me go in here and then. Let me post up. Okay, and what's then the let time? Me post up right here. Hier is iemand weer. Wat gaat hij doen?
Oké, die mag gelijk eigenlijk door naar iets anders. Zou ik zeggen. Oh, hier is die weer. Ik heb echt van alles mee kapot. I'm gonna light my gun right here. Okay, dit moet heel even tot de zuid in knippen. Fuck you, bitch, fuck you. Oké, oh, man. Oh, dit is de hij speelt heel erg voor mijn Fortnite. Shoddy was a loaded up man. In ieder geval is geen Spaans, het hoort eraan. Maar echt, wat hebben we gewoon genoten van deze race. Wat hebben we hier gewoon van genoten van deze race van vandaag. Echt, we hebben meer mensen zien gillen en gewoon meer zien gillen en zo. Niet echt dingen kapot zien gaan. Ja, bijna een beeldscherm wel. Er was wel een beeldscherm kapot. En ja, een facecam. Maar niet echt andere dingen wat echt kapot gaan, zoals toetsenborden, muizen, wat vliegen dan helemaal door de lucht. Dus dat is viel nu wel mee. Ik hoop echt bij de volgende, als ik het weer een keer doe, dat er wel van die dingen gebeuren. Echt, dat lijkt me gewoon geniaal. En dan ga ik hier gewoon die video afsluiten. Dus zeker even een blauw duimpje voor als jullie dit leuk vinden. Als jullie het vaker willen zien dat ik dit doe, gewoon kijken en reageren op rage video's van mensen. En abonneer daarom zeker ook even op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft als ik weer zoiets upload. En ook voor de andere video's natuurlijk. En vergeet zeker dan ook niet op het buiten klikken. Op dat belletje te klikken wat naast zo'n nekknop staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zo altijd. Adios.